deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een leuke informatieve soort video. Ik ga vandaag laten zien hoe ik echt gewoon een flawless base maak voor mijn gezicht. Hoe ik ervoor zorg dat ik een hele mooie, egale basis creëer. Het is wel echt een full face of make-up. Dit is echt een full glam look. Maar ik ga laten zien hoe je gewoon op een goede manier echt zo'n Instagram filter gezicht kunt creëren. Maar dan in het echt. Ik vind het altijd heel erg belangrijk dat mijn huid er goed uitziet. Dat het er niet uitziet alsof ik heel veel make-up op heb. Ondanks het feit dat ik wel altijd wel best wel veel make-up op heb. Maar ik wil niet dat je het kunt zien. Ik wil gewoon altijd een hele mooie, egale, smooth basis. Ik gebruik daarvoor ook echt een heleboel betaalbare make-up producten. Die echt geweldig zijn. Die letterlijk even goed zijn. En zelfs af en toe nog beter dan high-end make-up producten. En ik denk dat jullie hier wel in zijn geïnteresseerd. Want iedereen is altijd op zoek naar ja, hoe je het beste make-up kunt aanbrengen. En hoe je er gewoon het mooist kunt uitzien. En dat is dus wat ik vandaag ga laten zien. Deze gezichtsroutine is de routine die ik bijna altijd doe. Of ja, bijna altijd, eigenlijk gewoon altijd als ik me opmaak. Ik ben niet van het klein beetje make-up. Of ik draag gewoon geen make-up. Of ik draag echt een full face of make-up. There is no in between. Een beetje make-up opdoen hoeft voor mij echt totaal niet. Ik heb iets van ja, dan kan ik gewoon net zo goed geen make-up opdoen. Zonder make-up ben ik ook gewoon prima. Zoals je kunt zien heb ik mijn ogen al gedaan. Maar op mijn gezicht helemaal niet. Dus ja, ik ga gewoon stap voor stap laten zien hoe je een mooie, egale basis kunt creëren. Ik heb weer genoeg gepraat. En we gaan gewoon snel beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Oké, laat ik al dit haar even naar achteren doen. Het enige wat ik al heb gedaan is zonnebrandcreme. Want dat doe ik altijd als ik naar buiten ga. Deze van Biotherm. En ik gebruik mijn Clay & Glow Moisturizer dagcreme. Deze echt super fijn. Echt een aanrader. Dus die heb ik al opgedaan. Is ook echt belangrijk om die stap niet over te slaan. Want het is belangrijk dat je huid mooi is gehydrateerd. En dat het niet helemaal stroef en droog aanvoelt. Want als je al op zo'n soort huid begint. Ja, dan gaat het al vanaf het begin niet zo goed. Ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht. Ik vind primer echt cruciaal. Ik weet dat er een heleboel mensen zijn die niet geloven in primer. Daar ben ik het echt absoluut niet mee eens. Ik zie echt een verschil in mijn gezicht. Of als ik primer heb gebruikt en wanneer niet. Ik sla deze stap nooit over. Sterker nog, ik gebruik twee primers. Ik gebruik mijn Too Faced Hangover Primer. Die gebruik ik over mijn hele gezicht. Zodat alles mooi wordt gehydrateerd. En dat mijn make-up goed en lang blijft zitten. En dan ga ik ook nog altijd in, of ja altijd... af en toe, met mijn Benefit Professional. En die breng ik een heel klein beetje aan. Alleen maar hier bij de poriën. Zodat het hier mooi smooth wordt gemaakt. En daar is deze ideaal voor. Dus als ik echt ga voor echt een hele egale smooth basis, dan gebruik ik er twee. Meestal ga ik gewoon voor één. Ik doe niet altijd helemaal deze effort. Maar ja, af en toe, sommige dagen heb ik gewoon iets van, ja, ik wil er gewoon vandaag echt heel smooth uitzien. Of mijn make-up moet lang goed blijven zitten. En dan prime ik dus met twee verschillende primers. Het is maar waar je zin in hebt en waar je tijd voor hebt. Ook heel erg belangrijk om te weten is om deze Benefit Professional letterlijk alleen maar op je poriën aan te brengen. En niet over je hele gezicht. Want dit gaat je gezicht veel te soort van gladjes maken. Waardoor je make-up niet lang blijft zitten. Dus breng dit echt gewoon een heel klein beetje aan. En dan echt alleen maar hier. En dan gewoon ze erin drukken en meer niet. Ga ook niet over je neus. Anders gaat de make-up op je neus ook niet goed blijven zitten. Voor foundation, een van mijn beste is letterlijk gewoon een betaalbare. En dat is de Maybelline 24 Hour Foundation. Ik gebruik de kleur 34 volgens mij. De 4 is er een beetje af, maar volgens mij is de 4 soft bronze. Deze kleur is op dit moment top voor mij. Dit is echt gewoon een van de beste foundations ever. En dan bedoel ik niet alleen maar van de betaalbare categorie. Ik doe even mijn oorbel uit. En ik bedoel dus niet alleen maar van de betaalbare categorie, maar echt overal. Hij is ook gewoon een stuk beter dan heel veel dure high-end. Dus deze is echt geweldig. Maakt je gezicht mooi mat, mooi smooth. En je gezicht ziet er gewoon uit alsof je heel mooi is van zichzelf. En niet alsof je zo'n plamuurlaag make-up op hebt, als je snapt wat ik bedoel. Dus dit is echt een aanrader. Vooral ook als je wilt dat je make-up lang goed blijft zitten. Daar is hij ook echt ideaal voor. Ik heb letterlijk niks slechts te vertellen over deze foundation. En hij heeft, by the way, ook echt een volledige dekking. By the way, als je gewoon even heel random wilt weten welke wimps ik op heb. Diva van Queen Tarzi. Deze heb ik nou op. Voor concealer gebruik ik mijn NYX Can't Stop Won't Stop Concealer. Ik heb de kleur Naturel. Echt een perfect kleur voor mij. Op de een of andere manier is de mix van deze NYX concealer met die Maybelline foundation amazing. Deze twee producten werken zo goed samen. Ik weet niet waarom, want het zijn ook gewoon twee hele verschillende merken en zo. Maar op de een of andere manier werken deze twee producten geweldig samen. Dus altijd wanneer ik die foundation gebruik, gebruik ik deze concealer. Deze concealer is sowieso gewoon goed.
maar op de een of andere manier gewoon de combi van de twee. Ik weet niet wat het is, maar het is echt prachtig. Ze werken echt super goed samen. Het lijkt gewoon bijna alsof het gewoon van één merk is, van één collectie of zo. Maar dat is het dus echt totaal niet. Deze blend ik ook helemaal in. Deze heeft ook een volledige dekking. Het droogt ook mat op. Echt een goede concealer. Je hoeft natuurlijk niet zoveel te gebruiken als dat ik nu doe. Maar zoals ik al zei in de intro, ik ga echt voor een full glam flawless base. By the way, de spons die ik gebruik is van NYX Cosmetics. Deze is slechts 8 euro en ook amazing. Deze concealer blendt ook zo snel in. Zo erg fijn en zo goedkoop. Of ja, hij is niet super goedkoop, maar wel betaalbaar. Als ik nou ook weer naar mijn gezicht kijk, ook in het echt. Het is gewoon zo ontzettend smooth. Echt nogmaals de combi van die foundation en concealer. Echt fantastisch. Heel erg mooi. De poeder die ik de laatste tijd echt elke dag gebruik is mijn Makeup Studio poeder. Deze poeder is goed jongens. Jullie weten niet wat jullie meemaken. Dit is zo'n goede poeder. Hij is een beetje aan de duurdere kant. Is van 20 euro. Maar ik heb een kortingscode voor Makeup Studio. Staat beneden in de beschrijving. Is gewoon altijd geldig. En dan kun je iets minder betalen. Ik heb de kleur 1. Deze poeder is echt, ik denk ook echt oprecht dat hij geschikt is voor elke huid. Omdat hij is niet zozeer heel mat of heel glanzend. Het is niet een poeder die echt gericht is op één specifieke soort huidtype. Dus ik denk dat deze echt geschikt gaat zijn voor zoveel mensen. Hij ruikt ook echt heerlijk. Het is niet zo'n hele extreme geur. Gewoon, ja, ook niet echt heel subtiel of zo, maar gewoon net genoeg. En dat vind ik ook wel fijn als iets gewoon lekker ruikt. Vooral als je het aanbrengt bij je neus en op je gezicht en zo. Maar deze poeder is echt amazing. Laat mijn make-up goed zitten. Is niet te droog. Vooral met mijn huid. Ik heb een normale tot droge huid. Dus dan vind ik het wel altijd belangrijk dat een poeder niet te droog is. Heeft ook geen flashback. Gewoon al met al een goede poeder voor denk ik echt elke huidtype. Ik haal mijn poeder er altijd van af omdat ik dus een normale tot droge huid heb. En anders wordt mijn huid veel te droog. Maar als je een vettige huid hebt, laat de poeder dan eventjes gewoon opzitten. En begin dan gewoon even alvast aan iets anders. Of wat je ook wilt doen. Want dan blijft je gezicht mooi mat de hele dag. Maar dat hoeft voor mij dus niet. Omdat ik echt geen vettige huid heb. Een stap die ik ook altijd doe is contouren met poeder. Dit is een stap die echt niet per se hoeft. Het is maar wat jij wilt. Maar ik doe het wel altijd. Ik gebruik hiervoor dit Revolution paletje. Echt een heel goed contour paletje is dit. I love it. Ook lekker goedkoop. En ik gebruik altijd deze kleur. Hiermee doe ik mijn neus contouren en een beetje bij mijn wangen. En that's it. Ik wil het hieronder ook altijd nog extra hebben verlicht. Dus ik ga ook nog in met een pressed poeder. Doe dit niet als je huid super droog is. Anders breng je veel te veel poeder aan. En dan wordt het hier echt één grote droge zooi. Doe dit alleen maar als je een beetje een normale huidsoort hebt. Of een hele vettige huid. Dan is het helemaal ideaal. Ik gebruik hiervoor mijn Essence Brighten Up poeder. En wat ik dan doe is dat ik gewoon een beetje zo pak van die poeder. En dan gewoon hier nog een beetje extra indruk. En echt alleen maar hier verder. Niet over mijn hele gezicht of zo. Dat moet je echt vooral niet doen. Anders wordt je heel je gezicht wit. Dus ik breng het alleen maar zo hier aan. Lekker veel ook. Dan pak ik een kwast en dan haal ik heel lichtjes die poeder ervan af. Druk niet te hard, anders haal je alles er helemaal van af. Maar gewoon echt heel lichtjes. En dan echt een van de belangrijkste stappen. Mijn Max & More Fixing Spray. Deze is gewoon van de Action. Mensen, sla deze in. Deze is echt geweldig. En deze breng ik dan nou aan. En deze gaat ervoor zorgen dat alle make-up die ik nou op heb gedaan helemaal mooi in elkaar smelt. En dit maakt superveel verschil voor cakeface. Cakeface is dat het eruit ziet alsof je superveel make-up op hebt. Alsof je echt een en al geplamuur bent. Dit maakt het dus echt een stuk minder. Waardoor je helemaal niet kunt zien dat je echt zoveel poeder of whatever ook op hebt. Dus dit is echt een belangrijke stap. Deze is ook echt super goedkoop. Ik gebruikte eerst altijd hiervoor MAC Fix Plus. Die is ook echt geweldig hiervoor. Maar toen ik deze begon te gebruiken, zo goedkoop. MAC Fix Plus is 20 euro. Toen heb ik gewoon letterlijk die vervangen omdat deze zo goed is. Dus haal hem bij de Action. Zo, en dan als je dit hebt opgesprayed, laat het dan even inwerken. Zorg er echt voor dat het goed is ingewerkt. Want als je gezicht nog nat is en je gaat weer erop aan het werk, dan ga je alle make-up eronder eraf halen. Oké, nou is het helemaal mooi in elkaar geblend. En mijn gezicht ziet er echt top uit. I love it. Zo smooth. Kunnen we het zien, jongens? Ik ga heel even snel mascara doen op de onderste wimpers. Ik gebruik mijn UMG Cosmetics mascara. Miracle 4D mascara. Oké, nou is de echte basis van mijn gezicht helemaal klaar. Mijn gezicht is helemaal smooth. Ik heb dit al zo vaak gedaan en ik weet ook dat mijn gezicht gewoon de hele dag goed blijft zitten. Af en toe maak ik me al op om 11 uur in de ochtend en haal ik het pas af om 12 uur 's nachts. En het zit echt gewoon de hele dag super goed. Een stuk beter dan
Als je al deze stappen niet zou doen, vergeet ook geen enkele stap. Heel vaak doen mensen mijn make-up looks na en dan doen ze toch die spray niet of toch geen primer, doen ze toch een paar dingetjes niet. En dan vragen ze zich af waarom het er niet goed uitziet. Elke stap is cruciaal, dus doe ze echt. Het enige wat niet per se hoeft is die poeder, contour en zo. Maar voor de rest, echt prime je gezicht, doe die fixing spray, doe die dingen gewoon echt. Nou ga ik heel eventjes mijn gezicht bronzen. Ik gebruik mijn Benecos Natural Fresh Bronzer. Bronzing is voor mij ook echt heel belangrijk. Ik wil altijd lekker gebronsd zijn. Dat vind ik altijd heel mooi. Ik breng altijd best wel veel aan hier bij mijn voorhoofd, omdat ik een best wel groot voorhoofd heb. En dan als je wat meer aanbrengt daar, dan maak je het optisch kleiner. En de bronzer breng ik ook altijd zo hier aan. Ik breng het een beetje aan alsof ik contour, maar dan ietsje wilder. Niet zo heel strak, want dat is dan ook weer niet mooi. En ik breng het een beetje aan hier onder mijn kaak om een soort van kaaklijn te creëren. Mensen, ik heb echt geen kaaklijn, hoe dun ik ook ben. Het maakt niet uit. Dat zit gewoon absoluut niet in mijn genen. En dan ook nog altijd een beetje hier om de onderkin een beetje te verbergen. En dan ook blush. Een van mijn favoriete blush. UMG Cosmetics Baked Blush in de kleur True Terra. Is een hele mooie beetje... Hij gaat niet open. Ja, nou is hij open. Is een beetje een hele mooie peachy oranje blush. En hij is heel glanzend. Het is echt een baked blush. Baked is altijd glanzend. Dat je dat weet. Als je ooit ergens bij make-up ziet staan baked. Dan weet je al gelijk. Oké, die glanst. Ik ben normaal wel echt van de mat, maar deze blush is echt zo mooi. I love it. En niet too much. En die breng ik lekker veel aan. Ik hou altijd van veel blush en veel bronzer. Ik weet dat veel mensen het af en toe te veel vinden, maar je moet gewoon doen wat jij het leukst vindt. Make-up houdt gewoon echt in doen wat jij wil doen. Ik ben hier gewoon om jullie tips te geven en te adviseren. Maar uiteindelijk moet je echt vooral doen wat jij wil doen. Een highlighter die ik nou ook echt al weken gewoon elke dag gebruik is mijn Milani Baked Highlighter in de kleur Champagne. Deze is zo geweldig. Ik gebruik gewoon echt bijna geen andere meer. Oké, ik kan nou mijn oorbellen wel weer gewoon indoen. Deze zijn echt super groot. Ze zitten altijd in de weg als ik mij opmaak. Oké, dan de lipjes. Ik ga gewoon een beetje voor een nude-achtig lipje. Ik gebruik mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil. Jullie zijn alvast allemaal gechoqueerd hiervan. Want dit lippotloodje gebruik ik niet in like elk video. Nou gebruik ik ook een gloss van UMG Cosmetics. Deze gloss. Dit is de kleur Sunset. Is een hele beetje mooie diep roodbruine gloss. Zo, en dan als allerlaatste nog een setting spray. De laatste spray om er echt voor te gaan zorgen dat je make-up goed blijft zitten. Welke setting spray ik gebruik hangt er vanaf welk effect ik wil. Wil ik een beetje een glowy gezicht, dan gebruik ik een glowy fixing spray. Wil ik echt dat mijn make-up lang goed blijft zitten, dan pak ik een setting spray die mijn make-up lang goed laat zitten. Wil ik er mat uitzien, dan gebruik ik een matte fixing spray. Dus ik pak mijn fixing sprays niet gewoon willekeurig. Ik let echt op wat ik die dag wil. Vandaag bijvoorbeeld hoeft mijn make-up niet super lang te blijven zitten. Ik hoef ook niet per se mat of glowy te zijn. Ik gebruik gewoon mijn Revolution Hyaluronic Fixing Spray. Fixing sprays zorgen er sowieso altijd voor dat je make-up goed blijft zitten. Maar deze heeft dus hyaluronic erin en dat hydrateert je gezicht. En daar heb ik vandaag wel behoefte aan. Nou mensen, dit was dan de Flawless Base video. Mijn gezicht ziet er echt amazing uit. Konden jullie maar gewoon hier allemaal in het echt hier staan en mij zien. Het is zo erg mooi. Ik ben hier zo blij mee. En ik raad deze routine en de producten echt iedereen aan. Let wel op, iedereen's huid is anders. Dus ja, wat voor mij allemaal perfect gaat werken, gaat misschien niet werken voor jou. Maar ik ben wel echt heel enthousiast over deze routine en deze producten. Dus ik raad die sowieso allemaal wel aan. Maar probeer je altijd wel een beetje aan te passen op jouw soort huid. Bijvoorbeeld heb jij nou zo'n extreem droge huid, ga dan niet en losse poeder en een pressed poeder aanbrengen. Heb jij een hele vettige huid, pak dan een primer die je gezicht heel mat maakt. Dus op die manier kun je deze routine een beetje twitchen naar jouw soort huidtype. Maar al met al is dit wel echt een hele goede routine. Ik ben hier heel blij mee en ik ben altijd blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. Er is nooit iemand die tegen mij zegt, wat heb jij veel make-up op? Ondanks dat ik echt veel make-up op heb. Echt letterlijk nooit. Dus ja, ik raad dit zeker aan. Ik hoop ook echt dat jullie hier weer iets aan hebben gehad. Heb jij nog een vraag? Stel hem gerust beneden. Dan zal ik hem beantwoorden als ik een antwoord heb. Want dat doe ik altijd. En ja, ik hoop gewoon dat jullie hebben genoten van de video. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!